Jeugdbendes kosten de maatschappij honderden miljoenen per jaar. Optreden is lastig, omdat je vaak niet weet hoe zo'n bende in elkaar zit. Jan Kornelis Dijkstra doet onderzoek naar jongeren, risicogedrag, status en sociale netwerken. Hij onderzocht samen met de politie hoe die criminele netwerken van jongeren nu echt in elkaar steken. Nou, de groep was 35, maar uit ons onderzoek bleek dat daar nog een veel groter netwerk omheen zat van meer dan 200 personen met wie leden van die jeugdgroep criminele relaties hebben. Criminele relaties zijn dat ze samen zijn geregistreerd voor een delict. En wat wij zagen is dat daar veel relaties zijn met oudere personen. Als je met ouderen omgaat, met oudere, meer ervaren criminelen, dan is de kans groter natuurlijk dat jij ook mee wordt gezogen in meer serieuze criminaliteit. Eén zo'n persoon zou inderdaad een contact kunnen hebben met leden van de jeugdgroep, maar ook een brug kunnen vormen naar een crimineel netwerk bestaande uit meer oudere personen. Socioloog Gerard Wolters analyseert alle gegevens die de politie heeft. Zo kan hij precies zien wie nu de echte zware criminelen zijn en wie je moet aanpakken. Dit is een plaatje van het netwerk van de jeugdgroep die we hebben onderzocht. En wat je hier ziet is de kern van het netwerk. Dat wordt gevormd door de gouden bolletjes. En alle blauwe bolletjes eromheen zijn nog allemaal criminele relaties die we in eerste instantie niet in zicht hadden. En hiervoor hebben we drie bronnen gecombineerd. De politiedata eigenlijk van de agent op straat, rechercheonderzoeken en informatie van criminele informanten. Wij doen dit onderzoek omdat wij eigenlijk niet een heel netwerk in één keer kunnen aanpakken. Dat is gewoon onmogelijk, daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor. Dus we moeten ergens keuzes gaan maken. We zoeken dan niet de grootste vissen zoals je zou denken. Dat zijn over het algemeen de domste mensen, die drijven vanzelf naar boven in de registratie. Dan zitten we al de hele dag achteraan. Het helpt niks als je die eruit pikt. Wat wel helpt is als je kijkt naar de mensen die wat meer op de achtergrond zijn, die wat meer de lakens uitdelen en die echt een belangrijke positie in het netwerk hebben, maar toch een beetje op de achtergrond blijven. Dat zijn die sleutelfiguren. Als je dit eruit pikt, dan ontwricht je daarmee maximaal het netwerk. De politie is eigenlijk vaak achter die grote vis aan het aanvangen geweest en we proberen veel meer informatie gestuurd te gaan werken. En met die hoeveelheid data, maar ook met de technieken die we nu hebben, kan dat ook. Vroeger vertrouwde de politie op de intuïtie van hun rechercheurs om de grote vissen te pakken. Criminele netwerken zijn heel erg ingewikkeld om in beeld te krijgen. Volgens Jan Kornelis moet je daar dus wetenschappelijke technieken voor gebruiken. Het is erg ingewikkeld, zelfs docenten in een leerkrachten in een klas met 25 kinderen waar ze elke dag mee werken, hebben al moeite om te begrijpen hoe de structuur van de groep in elkaar zit, wie nou precies met wie bevriend is, wat de verhoudingen zijn in de klas. Dus laat staan een netwerk van meer dan 200 personen. Het is lastig, het is complex, maar het is ook super interessant om met die sociaal netwerkmethode dit soort criminele netwerken in kaart te brengen. Het onderzoek naar de jeugdbendes was een groot succes. Maar de politie kan met deze methode nog veel zwaardere criminelen aanpakken. Jazeker. We zijn op dit moment een misdaadkaart aan het bouwen in Noord-Nederland. En met behulp van de misdaadkaart brengen we de volledige criminaliteit in Noord-Nederland in kaart. En met behulp van de technieken die we gebruiken, die we hier hebben onderzocht, kunnen we analyses doen op die netwerken en ze aanpakken. Inmiddels is het al 10 keer raak geweest en zijn er invallen geweest. Er zijn er doorgeladen wapens gevonden, tonnen aan cash. En op die manier kunnen we echt een slag toebrengen aan de criminaliteit in Noord-Nederland. Ja, dit is echt precies wat je wil. Dit is echt een combinatie van goede informatie en directe actie.